Maar dit is ook een inwoner uit de Beersen. En die kwamen wij ook tegen bij de Jumbo. En we hebben hem ook gevraagd of hij iets wilde vertellen. En dat ging ook in het Engels. Maar dat was heel gebrekkig Engels. En toen bleek dat hij beter in zijn eigen taal kon spreken. En toen hebben we gezegd, spreek maar gewoon in je eigen taal. En hij gaf ons meteen ook een nummer van een juffrouw uit Tilburg die dat weer voor ons kon vertalen. En toen hebben wij dat weer terugvertaald naar echt een beetje fatsoenlijk Nederlands. En ik zou zeggen, kijk eens even onze nieuwe inwoner, wat hij te vertellen heeft. We zijn hier in Holland, in een land genaamd Wisdelbers. Bekamp. نحن لاجئين سوريين جينا على البلد هي وعم نشوف عشنا هون مع هون وشفنا وضع الضياع صرنا هون 5 اشهر تقريبا اللي احنا مرقنا على دول كتير قبل ما نفوت على هولندا ونجي على الضياع هي هالبلدة الصغيرة الحلوة ف كتير كان هون في معاملة تفاجأنا فيها انه في شيء حلو كتير ناس طيبين اي شخص بيسلم عليك باي وقت بيضحك لك الابتسامه هي يعني بتعني لنا كثير نحن يعني نحن شعب شوي لنا وضع فاجينا لهون شفنا الابتسامه من العالم هون من الضحكه من الاستقبال من في البعض يعزمنا بنفوت على المحلات مثلا بدنا نشتري شيء معامله حلوه كثير والناس طيبين كثير يعني ما لقينا اطيب من هيك يعني مرقنا بكثير دول اجنبيه واوروبيه بس كتير كتير هون شفنا شغلات حلوة كتير يعني شعب طيب كتير وبيساعدوك بكل شيء يعني أي واحد تسأله على شغلة بيضل مهتم فيك يعني إذا ما كنا مقطوعين بطريق ممكن يوصلك بسيارته ممكن يعمل أي شيء بقى الناس هي أهل البلدة هي كتير كتير طيبين ونحنا كتير متشكرون لو رحنا لو رجعنا على بلدنا لو ضلينا نحنا ممنونين إلهم كتير وشي حلو كتير البلد هي والله يحميها يعني ويحمي ناسها وولادها طيبة العالم طيبة حتى يعني بيراعونا ببعض الأسعار بيعملوا معنا معاملة خاصة حلوة كتير ما شفنا أي عنصرية ما شفنا أي شيء غلط الكل بيحبنا والكل عم يعاملنا منيح وبيحتفلوا فينا وبيجوا لعنا وبيزورونا والله يحمي البلد ويديمها بلد كتير طيبة وحلوة شكرا Wij zetten dit filmpje ook op beersgebuurt.nl. Voor degenen die het niet goed konden zien, die kunnen het dan op hun gemak even doorkijken. En dan zie je ook de vertaling eronder. Spreekt heel veel dankbaarheid uit. En die dankbaarheid die gaan wij nu ook uitspreken. Allereerst mijn dankbaarheid voor jou. Voor het feit dat je zo moedig bent om hier te komen staan. Tafeldame, valt niet mee. En dan vertel je ook nog eens hele mooie stukken uit jouw geweldig verhaal. Je bent een kranige meid. Dankjewel. Dankjewel. Is je meegevallen? Ja, ik wel. Ja? Ja. Ik vond het wel gezellig. Oké, nou, dat is heel goed te horen. En wat vind je nou het makkelijkst? Want je hebt nu hier staan te presenteren, je hebt staan te voorlezen, je schrijft. Wat was het meest makkelijk voor jou? Schrijven. Schrijven toch wel? Ja. Oh, zullen we niet ruilen. Zeg, we gaan zo dadelijk nog een keertje luisteren naar de muzikale klanken van het Beers Blaashoentje. Zij blijven ook, nadat het afgelopen is, blijven zij ons ook nog verrijken met hele mooie muziek. En uiteraard, publiek, bedankt dat jullie allemaal weer in zo'n grote getale zijn gekomen. Maar de meeste dank die gaat natuurlijk uit aan de mensen, voornamelijk op de eerste rij, onze gasten. Zij maken het wezenlijk klaar dat hier moedige verhalen komen, goede verhalen komen, plannen komen, zoals we zojuist weer gehoord hebben. Gasten, hartelijk dank. Natuurlijk het licht, het geluid, de redactie van Beersgebuurt en alle vrijwilligers van ons mevrouw. Zij staan ook weer klaar om zo dadelijk te zorgen dat er weer voldoende drank en eventueel hapjes klaarstaan. Laatste werk, ik heb al gezegd, een gedeelte van de opbrengst gaat naar ons dus. Laat het allemaal doorgaan als het eens is kan. Heeft u klachten? Dat zou kunnen. Vertel het ons. En bent u tevreden? Vertel het anderen. En voor zo dadelijk, rij voorzichtig en denk aan ons. En dan nu het Beers Blaashoentje.